De gemeenschappen in de onderwater gelopen gebieden mogen wat zelfredzamer zijn. Volgens Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, zal er samen met diverse andere instanties worden gewerkt aan het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van de gemeenschappen. NCCR kan niet overal zijn tijdens deze crisis, vandaar dat Slijngaard vraagt van de samenleving om elkaar te helpen tijdens moeilijke tijden. De samenleving moet ook een stukje wat ik noem zelfredzaamheid tonen. Dus dat wil zeggen dat we ook een stukje moeten kijken naar, want u begrijpt, NCCR kan niet overal tegelijkertijd over het hele land aanwezig zijn. Dus er zijn ook wel momenten waarop er iets zou gebeuren en dan is misschien NCCR niet daar. Maar dan is het noodzakelijk om dus in elk geval dit door te geven via de structuren. En dan komen wij zelf, hoe dat, dan zullen wij inspelen op die behoeften die er eventueel bestaan. Het NCCR zal deze week voedselpakketten verstrekken aan de gemeenschap van de getroffen gebieden in het district Brokopondo. Volgens Slijngaard wordt er dagelijks met vrijwilligers eraan gewerkt om de pakketten samen te stellen voor Brokopondo. Onlangs heeft minister Albert Ramdien van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, toegezegd dat er voldoende hulp beschikbaar is vanuit het buitenland. De diverse gebieden. We zijn op dit moment bezig. Deze week gaan wij een volgende ronde starten, waarbij dus de mensen voorzien zullen worden van inderdaad voedselpakketten, maar ook andere soorten van noodhulp die eventueel nog gegeven zou moeten worden. En wij denken onder andere aan klamboes, muskietennetten, dat soort dingen dus worden. Dus deze week gaat er een ronde. En vooral in de bovenland Indiaanse dorpen.